Welkom bij Mijn Medicijn. In deze video leggen we je uit hoe je inlogt met twee-factor authenticatie. Eerst stellen we de 2FA in. Ga naar mijnmedicijn.nl. Log in met e-mailadres en wachtwoord. Klik in je menu op Mijn account. Stel 2-factor authenticatie in voor een extra laag bescherming van jouw account. Dit is zeker verstandig wanneer je DNA-resultaten in je account hebt staan. Je gebruikersnaam en e-mail staan al ingevuld. Klik op Activeren 2FA. Installeer of open een externe authenticator-app. Scan met die authenticator-app de QR-code of typ de activeringscode direct in. Koppel de authenticator-app met jouw Mijn Medicijn-account door de in de app weergegeven code hier te plaatsen. Twee-factor authenticatie is nu ingesteld. Log voortaan in met e-mailadres en wachtwoord. Deze benodigde code staat in de Authenticator-app. Kopieer de code uit de Authenticator-app. Let erop dat je nog genoeg tijd hebt om de code te gebruiken. En vul de code in. Contacteer ons als jouw Authenticator-app niet meer toegankelijk is. We hopen dat deze uitleg geholpen heeft. Mocht er nog iets onduidelijk zijn, dan horen we graag van je.